Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag even een hele korte tutorial. En ik laat deze app zien hoe je aparte tekens en kleuren kunt doen in een uh, boek in Quail. Nou, zo simpel. Je een paragraaf paragraafteken, die heb ik dus nu. Dat zie je heel vaak. zie je ziet nu in beeld een uh, 0 en een 7 de hele tijd. Nou, als je een paragraaf hebt getypt, ik zal in de beschrijving doen hoe je precies typt op uh, welk systeem. Dan kun je als je een kleur wilt kiezen uit 1 tot en met nee, uh, 0. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. En A tot en met F, dat doe ik 1. Dan komt er nu blauws. 2. Oh. Doe ik het nog een keer. En doe ik 2. Dat is helemaal eh, even nadenken. Dat is groen. 3 is blauw. 4 is rood. 5 is paars. 6 is uh, oranje. 7 is uh, lichtgrijs. 8 is donkergrijs. 9 is donker... Is... Uh, uh, heel erg... Is Nee, een beetje lila-achtig. Ik kan even kijken. Uh, ja, deze kleur. 0 is zwart en A, dat is dat is een goede vraag, dat is uh, lichtgroen. B is lichtblauw. C, dat is uh, roosachtig, dat is dus uh, dit. En D, dat is roos. E is geel. En F, dat is gewoon wit. Dus F, even F doen, hoi, is weer de tekst, dat zie je nauwelijks. Verder heb je nog iets anders. Als je de N doet, of de K... En typ dan, dus um, paragraaf teken K heb je dit, paragraaf teken L heb je grote letters, paragraaf M heb je, oh. paragraaf teken M heb je doorgeschreven tekst, paragraaf teken N heb je onderstreepte tekst, paragraaf teken O, oh. paragraaf teken O heb je schreven tekst, paragraaf teken uh, O, oh. Paragraaf teken R reset het. Als dus je nu een paragraaf teken M hebt. Paragraaf teken M en dan een tekst. En dan doe je daarna paragraafteken R en tekst. Dan is het weer gereset. Dus dat waren de dingen wat je kan doen met een boeking In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.